Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag hebben we voor jullie een beetje een ander soortachtige video. Maar waarin ik ook een paar dingen aan jullie moet vertellen. En in deze video heeft eigenlijk een minder leuk ding wat ik moet vertellen. En iets anders wat wel leuk is dat ik moet vertellen. En ik dacht bij mezelf, vroeger op spreekbeurt op school, dan was het ook altijd de eerste tips of tops. En dan meestal werd er dan eerst de tips gedaan. Want dan eerst het minder leuke en daarna het leuke. Dus ik begin ook eventjes met het minder leuke ding. Ik sta hier nu namelijk bij Mojito in de paddock. En ik weet niet zo goed hoe ik het moet vertellen. Maar hier omheen in de paddocks en ook binnen in de stal staat Ilo niet meer. Ilo die is namelijk, die is weg. En hoe dat precies allemaal gegaan is, daar ga ik niet te diep op in. Wel was eigenlijk al de bedoeling dat hij naar Amsterdam waarschijnlijk weg zou gaan. Nou, toen mocht ik hem nog een klein maandje houden, waar ik heel erg dankbaar voor ben en wat ook heel erg leuk was. Ilo is dus nu weg en ik baal er best wel een beetje van, want het was gewoon echt zo'n gaaf paard om te mogen rijden. Ik bedoel, elke pas die hij zette, elke hindernis waar we overheen stonden, was met zoveel vermogen, zoveel kracht. En ja, dat was gewoon echt, het was zo bizar om op dat paard te rijden. En het was gewoon elke keer als ik erop zat, ik had gewoon echt zo'n wauw gevoel van af, zeg maar. Het was gewoon echt een beetje een soort van magisch paard om op te rijden, echt. Dus dat mis ik wel en ik, het was gewoon wel, het ging allemaal ineens heel erg snel. En toen, ik wist natuurlijk al dat hij weg zou gaan, dat het gewoon niet mijn paard was. Dus daar was ik wel een beetje op voorbereid. Alleen het ging gewoon ineens heel snel. En toen was ik best wel even 2 dagen dat ik zoiets zat van dat ik hier langs liep. En dat zijn stalletje leeg was. Of dat de spullen er hingen, maar dat hij er niet meer was. Dat vond ik niet zo leuk. Daar heb ik ook wel eventjes 2 dagen een beetje kut over gevoeld, zeg maar. Maar goed, ik heb in ieder geval met Ilo heel erg veel mooie en leuke momenten meegemaakt. En daar ben ik ook heel erg blij mee en heel erg trots op. Jumping Amsterdam ging natuurlijk niet super, maar ik heb er wel met hem gereden. En dat heb ik toch maar wel even gedaan en toch weer een ervaring rijker. En ik heb er ook weer super veel moze vriendjes, een beetje, die vindt de camera leuk. Maar ik heb in ieder geval wel weer heel erg veel ervaring opgedaan en heel veel van Ilo geleerd. Dus daar ben ik ook best heel erg blij en dankbaar om. Maar hij is dus nu helaas weg. Los. Mooi, mijn jas was, thanks. Maar goed, in ieder geval nu, dat laten we achter ons. Ja, zoals ik al zei, ik mis hem heel erg. Maar ik hoop dat hij nog heel ver gaat komen in zijn leven. Want hij heeft het denk ik echt wel in zich. Dan nu gaan we naar het leuke gedeelte. Want we moeten natuurlijk niet te lang blijven hangen bij het minder leuke gedeelte. En het eerste is eigenlijk dat Mojito eindelijk langzamerhand een beetje beter begint te gaan. We hebben nu 7 weken heeft hij op rust gedaan. Eigenlijk 7 weken kwam er geen verbetering in. Ook geen verslechtering, maar geen verbetering. En nu eindelijk de afgelopen paar dagen begint het eindelijk een beetje beter met hem te gaan. Hij had op de achterkant van zijn been heeft hij dus een grote bult. En die liep eigenlijk aan beide kanten van zijn been. En aan de ene kant wel groter dan aan de andere kant. En die kleinere kant die is nu alweer bijna helemaal recht. En we hebben, heeft hij weer mijn jas zat. Laat los! Wow! Maar het gaat gewoon steeds beter. En ik heb ook echt het idee dat het kleiner wordt. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Over 1,5 week mag ik weer kijken hoe die loopt. In draf en zo. En erop gaan zitten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik hoop dat die verdikking nog wel weggaat. Ik weet niet of dat ooit nog weggaat. Benny. maar goed. Dat is in ieder geval het eerste leuke nieuws. Dan zullen jullie vast wel denken van Oké. Je hebt dus nu Mojito uit een blessure, Ilo is weg, dus nu heb je niks meer te rijden. En daar ga ik jullie in deze video dus een klein stukje van meenemen, want zoals jullie weten sta ik hier met Mo op deze stal. En er komt ooit nog een staltour hoor, van deze stal. Maar dat doen we even als ik hier een mooie dag en zoveel tijd voor heb en zo. Nee. Maar goed, in deze stal zit, zeg maar in die lange stalgang, zitten als het ware 2 stallen. Aan de achterkant zit nog een handelsstal. En daarvan mag ik nu een aantal paarden rijden. En dan ga ik jullie vandaag zo ook in meenemen. Ik ga zo meteen eentje rijden waar ik nog niet op gereden heb. Meestal rij ik een beetje een vaste. En die zal ik ook eventjes aan jullie laten zien. Maar die moet ik vanmiddag voorrijden voor klanten. En een andere die gaan we nu eventjes een beetje kijken of die kan, of die een beetje wil springen zo meteen. Een beetje balkjes en springen. Dus daar ga ik jullie vandaag in meenemen. Maar ik zal dus een beetje uitleggen hoe dat zit. Ja, die paarden mag ik dus een beetje rijden. Die zijn dus voor de handel. Dat is echt een handelsstal. En met die paarden ga ik ook naar voorwaarts toe. Want dan gaan ze allemaal in een grote vrachtwagen naar voorwaarts toe. Dus dat is super leuk.
En ja, daar ben ik ook wel erg blij mee, want ik sta dus zelf gewoon niet stil. Dat is wel heel fijn, want ik kan natuurlijk ILO nog, waardoor ik zelf wel ook kon trainen. Maar ja, als ik nu niks zou kunnen rijden, dan zou ik zelf ook nog heel een tijdje stilstaan. Dat Mo ook nog niet kan. Dus ja, daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. We gaan nu naar binnen toe, want dan ga ik jullie aan een paar paarden van die stal voorstellen. En laten zien welke ik nu ga rijden. En dan gaan we even kijken of die een beetje wil springen. Ik heb nog nooit op dat paard gezeten, dus ik heb geen idee hoe die is. Maar ja, we zien het wel. Oké, nou ik sta hier dus nu voor de stal van het paard waar ik zo meteen op ga rijden. Dit is Casanova. En ik heb nog nooit op Casanova gereden. Dus ik weet ook niet hoe die is. Maar we gaan dus zo meteen een beetje kijken of die een beetje kan springen. En Casanova is 5, geloof ik. Ja, en ja, meestal rijd ik op een ander. Die zou ik zo meteen ook eventjes laten zien. Die is nog jonger. Die moet nog 4 worden zelfs. Maar die doet het ook heel leuk. Maar ja, deze ga ik dus nu zo meteen rijden. En ik rijd dus... ja, wel eens meerdere paarden hiervoor. En dat vind ik dus hartstikke leuk. De afgelopen week, sinds ILO weg is, ben ik dat ook eigenlijk meer gaan doen. Maar ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus dit is Casanova. Die ga ik nu zo even poetsen en opzadelen. En de hindernissen staan al in de bak. Omdat nu iemand anders aan het springen is. Dus dat scheelt. Dus dan hoef ik dat zo meteen niet te doen. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd hoe die zo gaat lopen. Ja, dit is dus diegene die ik voornamelijk rijd voor deze stal. Dit is Colore. Eigenlijk heet hij Le Cheval Colore. Maar ik noem hem gewoon Colore. Vaak. En ja, dit is dus een bont, als jullie kunnen zien. Niet dat ik Mojito vervangen, maar hij is gewoon ook bont. En deze die moet dus nog 4 worden, maar hij loopt echt zo braaf. Dat is echt heel grappig. Ik had hem van de week ook mee naar voorwaarts genomen. En toen, ja, toen liep hij ook echt alsof hij er al dagelijks kwam of zo. Dus dat is, ja, is heel grappig. Ja, hij loopt heel erg. Hij is nu een beetje vies, want hij heeft vannacht in zijn stal, denk ik, lopen pitten. Dus, maar ja, deze vind ik ook wel denk ik het leukste om te rijden van die ik tot nu toe hier gereden heb. Maar ja, ze zijn allemaal heel erg leuk. Nou goed, ik ga nu in ieder geval Casanova doen. Nou, ik ben er bijna klaar voor. Ik ben nu nog het hoofdstel in aan het doen en dan gaan we. En ik ben heel erg benieuwd, want ik had het net even gevraagd, maar de vader is Carrera VDL en dat is een springpaard. En de moeder is een Connemara pony, daarom is het ook zeg maar een beetje een klein paard, dat is een kruising tussen een ponypaard is. Maar ja, het is, schijnt nog wel heel groen te zijn. Nou, het is ook nog maar 5, maar het schijnt nog niet zo heel veel, ja, gewoon nog heel groen dat hij nog allemaal een beetje niet zo goed kent. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zo meteen. Ja, er ligt gewoon, ik ga gewoon lekker beginnen op balkjes. Gewoon rustig aan doen. Ik ga niks overhaasten. Want dat moet je sowieso met een jong paard niet doen. En niks overhaasten. Maar gewoon kijken wat een paard aan kan. En niet te over de top. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het zo meteen gaat. En we gaan het dan gewoon lekker zien. Ik hoop dat ik gewoon even lekker kan rijden. Nou, ik heb trouwens ook nog mijn nieuwe CoSocial Fest. En ja, hij is niet echt heel nieuw. Want bij de paarden wordt hij al heel snel... Ik heb heel snel vies, maar dit is een beetje nieuwe teamkleding van CoSocial wat we van Montar gekregen hebben. Dus dat is super leuk. En wat ook nog heel leuk is, is dat CoSocial Party, die komt op 20 april. Ja, die begint er nu wel redelijk aan te komen. Het duurt nog wel even, maar begint er ook al wel weer snel aan te komen. Er zijn nog steeds tickets voor verkrijgbaar. Het wordt echt een super gave dag met, nou ja, de allerleukste paarden YouTubers. Die komen daar en er is zoveel te doen. Gewoon voor iedereen, voor alle leeftijden. Dus check eventjes de link in de beschrijving daarvoor, want dat wordt echt een hele gave dag. Ga je mee? Keer. Ik ken het paard natuurlijk niet, dus ik moest een beetje wennen. Ja, het is nu een jong paard, dus ik moet langzaam leren. Ik heb wel een paar balkjes gedraaid, maar ik heb echt een beetje rustig aangedaan.
En ja, verder ging het wel oké. En ik heb nu afgesloten, het had best wel een beetje gezweten, want ik heb natuurlijk nog een wintervachtje en het is vandaag best lekker weer. Dus ik heb hem even een beetje afgespoten en ik ga hem nu even op stal een beetje laten drogen en dan doe ik nou zijn deken weer op. Maar ja, voor de eerste keer vond ik het eigenlijk wel best een leuk paar. En hij, hij loopt echt heel schattig met zijn voorbenen. En het is echt wel een leuk ding. Dus ja. Hij moet zo meteen, moet ik hem voorrijden voor mensen. De voorrijden betekent dat je dus dat er klanten komen en dan, ja, dan ga ik hem zeg maar eerst even laten rijden, zodat ze even kunnen kijken hoe die een beetje is en dan gaan ze erna zelf op. Maar hij heeft besloten dat hij even een dutje gaat doen, dus hij is niet echt, echt handig. Maar het is wel echt een schatje. Oké, nou ik heb net Color voor gereden en dat ging wel goed. Niet super lang gereden, maar ja. Dat maakt het ook niet. Die mensen zijn er ook nog eventjes op geweest. Dat ging in ieder geval heel erg goed. Hij was super braaf. En nu sta ik hier met Mootje. En Mootje wordt even gepoetst. Die is mijn moeder nu al ondertussen aan het poetsen. Want ik was Color net even naar buiten aan het doen. Maar ik ga hem zo ook poetsen. Hij valt echt super erg uit. Kijk, er liggen allemaal haren op de grond. Ik denk dat je gaat zeggen, ik ben mama. Hier, allemaal haren. Kijk. Hij valt best wel heel erg uit. En kijk wie er ook is. Denise. Denise en ik zouden vandaag afspreken, dus die is ook eventjes naar stal gekomen. En we gaan zo meteen nog even met Mo wandelen buiten, als die gepoetst is. Het is best wel een beetje een chaotische video dit. Want ja, ik heb natuurlijk verteld van Ilo en van ja, dat ik dus voor die stal rijd. Maar dat ging ook, het ging heel goed verder. Zo, maar we hebben niet echt gesprongen, dus dat hebben we ook niet echt vast kunnen leggen veel of zo. En ja, nu Mootje. Dus die ga ik zo meteen even lekker gezellig wandelen. Ik hoop niet dat hij me weer alle hoeken van het erf laat zien. Want gisteren deed hij dat dus wel. Maar ja, hij zat vast natuurlijk goed. En hij komt ook net van buiten. Hij heeft vanochtend lekker buiten gespeeld. En het is echt zulk lekker weer. Gewoon echt super fel zonnetje. Ik kon gewoon eigenlijk praktisch bijna in mijn t-shirtje lopen. Ik heb wel heel erg dorst, want ik heb geen drinken meegenomen. Maar gelukkig hebben ze hier wel drinken. Dus dan pak ik zo wel even mijn blikje cola. En, thuis. Of thuis, dat kan ook. Maar ja, ik ga in ieder geval Mootje nog even wandelen. Zo, we zijn met Mo aan het wandelen en we gaan even een stukje over de weg. Dat heb ik gisteren ook gedaan, een beetje laten grazen. En over de weg, dus dat gaat nu ook. En hij is echt heel vrolijk. Hij loopt echt zo van, Mo in de house! Zoals hij dat heel goed kan. Ik hoop dat hij dat binnenkort ook weer op concours kan doen. Daar doet hij het ook altijd. Maar even lekker wandelen en even lekker grazen. Nou, Denise, vind je het leuk om met Mo te wandelen? Volgens mij vindt Mo het leuker. Ja. Zeg even wat je net zei over zijn halster. Oh, zijn halster past bij het gras. Dat is wel een beetje waar. Als Mo maar kan eten, dan vindt hij alles best, hè Mo? Kom maar. Denise is achter mij mojito aan het opvoeden. Ze mag alleen eten als zij het zegt. Maar ja, Mo en opvoeden is niet zijn sterkste ding. Hij trekt toch zijn eigen plannetjes wel. Maar ik moet zeggen dat Denise hem redelijk onder controle heeft. Ja. Nee, maar hij wilde de hele tijd gras eten, maar hij moet ook stukjes gewoon lopen. Oh, nou mag hij wel eventjes. Maar hij ging net, toen stond hij zo gras te eten. En toen kwam er ineens zo'n keffertje zo uit het weiland gerend. En toen schrok hij zo hard van dat keffertje dat hij letterlijk mij aanvloog, mojito. Hij vloog echt zo, nou ja, hij schoot weg, want hij schrok, maar toen kwam hij tegen mij aan. En daar schrok hij ook van, want dat vindt hij niet leuk of zo. Als hij dan, ja, hij schrok dat hij tegen mij aankwam. Braaf, het komt de motor even heel hard aan. Dus. Maar goed, in ieder geval, toen schrok hij. En toen kwam hij dus vol tegen me aan. Gelukkig niet heel hard en gaat prima. Maar ja, het is wel echt een schatje.
Sendex zijn nu nog even bij Meutje. Meutje heeft lekker zijn wandelingetje voor vandaag weer gehad. Dus die is nu lekker aan het eten op stal. Hé hey, jongen. Hé hey, schatje. Ik hoop echt dat we weer snel kunnen doen. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met de vooruitgang nu die erin zit. Het wordt echt wel steeds beter, dus daar ben ik echt heel blij mee. Maar ja, we gaan het wel zien. Sorry voor de een beetje chaotische video, want het ging even anders dan dat ik van tevoren gepland had. Want eerst wilde ik het anders doen, maar toen werd het eventjes... door wat dingen kon dat eventjes niet. Maar goed, in ieder geval... Geef deze video eventjes een duimpje omhoog. En ja, donderdag komt weer een superleuke video online. En wil je nou nog meer video's zien? Check even deze video of even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!